moesten nog iets aanzetten. We hebben iets niet aangezet. Ja? Zijn we in beeld? Kun jij mij uitleggen, wat doet de veiligheidsadviseur nou? Je had het over schade aan deze kademuur. Ja, dat klopt. Wat zie jij zoal de hele dag? Ootjes. Test, 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 test. Nou, volgens mij doet dit niet. Ik heb wel een omgeving nodig die qua sfeer past bij mij, waar ik me lekker in voel. Ik vind het zelf heel belangrijk om, om me ook goed te kunnen voelen. En voor mij is dat mijn schilderijen en mijn stenen. Is managen een vak? In mijn beleving is leidinggeven een vak. Leidinggeven in de zin van ook ondersteuning geven aan mensen. Om te zorgen dat ze eigenlijk aan zichzelf leiding kunnen geven. Wat voor een type leidinggevende zou jij jezelf willen noemen? Ik ben wel de leidinggevende die de mens centraal stelt. Dat is voor mij uitgangspunt. Ik ben ook niet bang voor conflicten. Ik ben niet bang voor boze reacties. Ik denk dat we het beter over kunnen hebben. Ook al moet daar eerst wat wrijving voor ontstaan. Nou ja, na wrijving ontstaat glans, begrijp ik altijd. Dus de zaak is dat je bij mensen aan de juiste touwtjes weet te trekken, waardoor ze zelf bedenken dat ze toch wel willen ontwikkelen. Ja, in de regel weet ik gewoon en de juiste toon te treffen, maar ook mijn vinger op. Of de zere plek, of in ieder geval de goede plek te leggen. Is in ieder geval vanuit oprechte interesse voor degene die tegenover mij zit. Ja. Dat is de basis. Ja. Vinden die gesprekken altijd hier plaats of... Ik heb wel bij andere werkgevers ook gewoon buiten gewandeld. En of op echt buiten de werkplek afgesproken. Omdat dat voor mensen fijner was. Ik vind het zelf heel belangrijk dat je verbinding kan maken met andere mensen. En ik heb zelf gemerkt als je... Je kunt op heel veel niveaus een gesprek voeren met iemand, maar als het werkelijk ergens over moet gaan, dan moeten hier die deuren open. En de meeste mensen hebben die deuren gesloten en wachten tot die andere die deuren opent.